De meeste boten die momenteel op de Nederlandse markt worden verkocht zijn tenders met een buitenboordmotor in de bun. Jachthaven Achterbos uit Vinkeveen introduceerde onlangs de BNC T6, een ruime en comfortabele budgettender. De T6 wordt in Polen gemaakt op de werf die ook de A-sloepen en A-tenders bouwt. Het is een diepe outboardtender met een tamelijk brede, rondverlopende spiegel. Onder het achterdek is een goed geventileerde bun voor buitenboordmotoren van 15 tot 50 pk. De constructie is degelijk en het wordt ook benadrukt door de stoere, rubberen stootrand om de boot. Achterop is een smal zwemplateau. De zelflozende kuip is diep en dat is veilig als je met kinderen vaart. Bovendien zorgt de diepte voor hoge rugleuningen en comfortabele banken. Voorin is een zonnebed te maken zodat je in de boot kunt overnachten. En onder de voorbank is een simpele toiletvoorbereiding. Deze T6 heeft een Honda 15 pk in de bun. Die hoor je nauwelijks lopen en staat bekend als een zuinige motor. De T6 is ook koersstabiel en helemaal bijzonder is hoe gemakkelijk de boot achteruit vaart. De topsnelheid werd geklokt op 15 km per uur. Deze T6 van BNC is een ruime, goed afgewerkte en verrassend goed varende tender met een ronduit aantrekkelijke prijs. Zonder de motor begint de prijslijst bij 12.000 euro. In de geteste uitvoering kom je uit op een prijs ruim onder de 20 mil. De Telegraaf Vrij gaf de BNC T6 rapportcijfer 7,7.